De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, heeft Gerald Seocharan opnieuw gekozen als voorzitter van de partij. Tijdens een algemene vergadering is ruim de helft van het oude bestuur herkozen voor nog eens 6 jaren. Seocharan gaf na de verkiezing aan dat de PRO met een nog groter succes eruit komt dan wat ze nu zullen bereiken. De PRO-voorzitter onderstreept dat Suriname bijna 50 jaar onafhankelijk is en dan nog is er zoveel armoede. Met zo'n rijk land. Ik zeg ook Asari. Apina zo pina Asari. Die verandering moet komen. En de PRO gaat daar aan werken dat die verandering komt. De partij die gaat voor recht en ontwikkeling van een ieder. Ongeacht je ras, je nationaliteit, je woonplaats, je geloof. Alla de san dat neteri. Sa eteri, if je tangtapa grondgebied Fusranang, dat je moest profiteren voor de gudu Fusranang. En daar gaat de PRO voor zorgen. Het vernieuwde bestuur bestaat verder uit Joe Nipte als ondervoorzitter, Sharmila Shandi als secretaris, Jennifer Wong-Sisang als penningmeester, Audrey Christian en Fabienne Alfaisi als de nieuw gekozen bestuursleden. Wie zich niet verkiesbaar hebben gesteld zijn Kaidu, Antoon Karg, Curtis Hofwijks en Stefano Pakito Biervliet.